De leden van de Nationale Assemblée hunkeren naar meer informatie over de ontwerpwet Productiekredietfonds. Bij de eerste behandeling gisteren in het parlement haalde commissie van rapporteursvoorzitter Mahinder Kumar Yogi aan dat de regering met deze wet in de behoeften van de productiesector wil voorzien middels goedkoop kapitaal. Kishinram Sukul van de VHP wilde weten of alleen Surinamers aanspraak maken op het fonds, omdat het niet specifiek is aangegeven. De vraag is, vooral bij natuurlijke personen, er is niet specifiek aangegeven dat het moet gaan om Surinamers. Dus de vraag is het ook voor andere personen in Suriname die dat mogen aanvragen, of is het alleen maar voor Suriname? Een andere zaak is, wanneer we bij de begripsbepaling kijken naar onderneming, en verder ook in de wet, als we kijken naar het doel, kleine en middelgrote ondernemingen als mede producenten van goederen en diensten die waarde toevoegend zijn, bestemd zijn voor export of import vervangend zijn, met uitzondering van de sectoren handel, landbouw, veeteelt en visserij. Dus het gaat in principe niet alleen om productiebedrijven. Het gaat om kleine en middelgrote ondernemingen. Of moet het toch gaan over productie? Zijn het toch productiebedrijven die we dit hier willen meenemen? Dus dat is een vraag die ik daarover heb. Het is al gezegd eigenlijk, maar artikel 3, punt D, waar het gaat om korte termijn beleggingen van overtollige middelen. Voorzitter, als het fonds overtollige middelen heeft, wil zeggen dat het fonds niet goed werkt. Want in principe zou je al je middelen als krediet moeten uitgeven. Hoe gaat het fonds beschikken over overtollige middelen? En in wat voor korte termijn beleggingen zal dit geïnvesteerd worden? Dus dit stukje, ik vraag de regering voor meer duidelijkheid wat er hiermee bedoeld wordt. Omdat het heel erg onduidelijk is. Als een fonds goed functioneert, moet dat geld steeds blijven circuleren, steeds als krediet worden uitgegeven. Dus NDP-parlementariër Annie Sadi vroeg de regering in te gaan op hoe de kredietaanvrager en kredietnemer begeleid zullen worden in hun keuzes om te voorkomen dat zij in een diep dal komen. Obed Canapé van de ABOP haalde aan dat de ontwerpwet Productiekredietfonds ervoor moet zorgen dat ondernemerschap ook gestimuleerd wordt. Laten we maar het voorbeeld nemen in de praktijk in Para en ook andere districten, waar heel wat mensen, omdat een van de voorwaarden is dat je terrein als onderpand kan dienen. Maar kijken we naar voorbeelden van Para, die dorpsgemeenschappen, waar heel wat mensen wonen, planten, met toestemming van dorpsbestuur. Hoe of welke oplossing zal in dit geval de regering, de beheerder en het bestuur deze mensen tegemoetkomen wanneer zij leningen komen vragen? Maar in uw taakstelling zie ik dat niet terug, meneer de voorzitter. Ik denk dat dat ook erin opgenomen moet worden. Bij de uitvoering van het fonds, meneer de voorzitter, wil ik de vraag stellen aan de regering. Zal, zeg maar, openingsmomenten hebben om zeg maar, je aanvraag in te dienen? Of zal het gewoon doorlopend zijn van iedereen mag langsgaan en je aanvraag indienen en zoals aangegeven dat binnen een bepaalde tijd je binnen 30 dagen moet je een advies krijgen en noem maar op. Wat zal het uiteindelijk worden bij de uitvoering? Yogi merkte op dat er meerdere fondsen zijn en wilde weten wat de raakvlakken en verschillen zijn. Hij is de mening toegedaan dat het tijd wordt om alle fondsen samen te brengen. Ook zouden er in elk district bekwame mensen moeten worden aangesteld die de informatie kunnen verstrekken aan ondernemers en hen bijstaan met adviezen.